we zometeen de genomineerde nummer 2. Maar we beginnen natuurlijk met de genomineerde nummer 1. Als je sportief speelt, dan krijg je punten. En wie de meeste punten op het einde heeft, wint die beker dan. Ik denk dat het ook voor NAC gewoon heel belangrijk is dat je voor de gemeenschap bezig bent. De jongens worden toch op een bepaalde manier bijgebracht om in een team te werken, om sportief te zijn. Winnaars Team League, seizoen 2009-2010. Op zondag zijn we dan bij zulke wedstrijdjes om ons gezicht te laten zien, maar ook onze betrokkenheid te tonen. Handjes geven naar de wedstrijd, niet schelden op de scheidsrechter, gewoon voetbal. Nee!